Welkom, lieve luisteraars en kijkers. U denkt misschien, hé, hey, die drie gasten die zitten toch in de keuken van Rob Jansen? Ja. Maar waar is Rob Jansen dan? Ja, Rob Jansen die is er niet, gek genoeg. Nee, die zit nog steeds op aan het werk. Oh, hij is aan het werk. Het reist altijd met Rob Jansen mee. Ja, dat snap je? Ook niet leuk dat Rob Jansen er niet is. Nee, dat begint een beetje opvallend te worden. Hé, Wimpy. Ja, René. Heb jij ook, zeg maar... Heb jij in die wintermaanden het ook iets slechter naar je zin? Dat is Wim, dan moet je tegen hem zeggen. Nee, maar jij? Ik heb wel liever zonnetje erbij, maar ik heb geen last van winterdepressie of zo. Nou, depressie is een groot woord, maar je minder kan hebben en dat je ook... Zou dat met weer te maken hebben? Ja, geen idee. Geen ik blijf wel dat we tegenwoordig in Noord-Schotland wonen. Ben je wel eens in Noord-Schotland geweest, bij Aberdeen of zo? Of Inverness daar? Ben ik wel eens geweest. Die eilanden die daarboven liggen, Jezus, minimum. Ja. Nee, maar ik had bijvoorbeeld, hoe zou jij daar nou tegenaan kijken, Mister? Dat, weet je, ik wil altijd graag dat dit dan tegen iemand zeggen, dat iemand dan zegt, nou, zo'n ongelijk heb je ook weer niet, weet je wel. Want kijk, er is aan John de Mol gevraagd om met ons een carnavalsplaat te maken. Met Johan, Wilfred en mij. En dan zegt John de Mol, toch een man van 65, mm-hmm. over... Laat Wilfred nou in dit even links liggen. Maar over twee mannen van, één van 62 en één van 74. Dat lijkt me een geweldig idee. Ja. En dan denk ik, John, weet je, ik doe hem gewoon mijn tv-programmaatje voor jou. Daar kijken elke dag 1,2 miljoen mensen. Maar laat me verder met rust. Weet je, nou moet ik dadelijk weer degene zijn die zegt, ja... Weet je, ik ben er niet helemaal senil. Ik ga er geen carnavalsplaat meer maken. Je hebt het al eens een keer gedaan. Ja, maar toen, ja, had je toen had je de leeftijd voor en de status voor. Ja, was leuk. Het was leuk met Mario samen. Maar dat zo'n man, dat zo'n John de Mol, weet je, volwassen man. Ja, maar vind jij het verrassend dat John de Mol met een slecht idee komt? Of kan je dat inmiddels wel verwachten? Maar ik denk, als er iemand met dat idee bij John komt, dat John gewoon bij zich met zijn volle verstand zegt van, joh, weet je, het zijn geen bejaarde mannen, maar ook ze zijn op leeftijd. Laat die mannen lekker met rust, weet je. Zou het niet zo zijn dat John de Mol denkt, ik heb die mensen zo'n waanzinnig contract gegeven, dan ga ik ze uitmelken? Ik weet niet wat hij denkt. Ik heb geen idee. Maar ga je ik niet doen, begrijp ik. Nou ja, Wim. Wil dan... jij het doen, Wim? Hè? Nee. Wim aast op jouw plek, hoor je dat? Nee. En wie zou daar... Speelt John de Bever daar nog een rol in? Om nou het nog ja, erger te daar maken? Gaat iedereen een rol in spelen. Daar gaat iedereen een rol... Maar het gaat mij er meer om. Ja, ik snap het. Dat Wilfred dan tegen mij gaat roepen... Dat is toch geweldig, zo'n plaat. Er staat een kaars in de gang. En weet je, Mies... Het is allemaal zo smakeloos. Ik wil dan niet... Weet je, ik zou dan... Ik wil dan bijna gaan gillen. Ja, of iemand slaan. John. Of iemand slaan, of gewoon... Ja. Iets gooien of zo, weet je wel. En dan denk ik, ligt het dan aan mij als ik in de auto zit, dat ik een beetje... Nee, dat ligt niet aan jou. Maar weet Johan Weet je wat wel vervelend is, dat die telefoon... Ja, dat zit die Jan Helenisch. Ja, die wil ook die plaat. Wat zit hij te doen, joh, die mafkees? Ja. Dus die app mij nooit. Nou, vier keer achter elkaar. Ja, dat is irritant. En Johan dan? Ja... Ja, die denkt ook, ja, zoek het uit. Ik ben daarbij geweest, die opname die Gené en Derksen hebben gedaan in dat café. Ja. Zo'n Amsterdams café, hoe heet dat daar? Bij de met Dries Roelvink. Ja, ben ik ook geweest. Dat was jij ook? Ik heb er ook al mee gedaan. Dat was erg, Wim, of niet? Ja, dat was, nou ja, weet je, ja, ik vind dat soort dingen erg, omdat ik voel me totaal niet op mijn gemak daarbij. Nee. Ik kan me herinneren dat je vroeger bij het Nederlands elftal, als er weer zo'n toernooi aankwam, dan wilden ze een plaat maken of met de havenzangers of met André Hazes. En dan moest je al die voetballers in trainingspak moesten daarna. Oh, Jezus, ik heb me nog nooit zo ongelukkig gevoeld in mijn leven. Ja. Ja. Toen moet je gaan meedansen en dan moet je leuk doen. En een beetje, nou, ik verkramp een beetje van dat soort dingen, als ik heel eerlijk ben. Ja. Een heel ander ding. De deurzangers. Dat komt door jou, René van der Gijp. Ja, vertel. Ik heb Robbie Williams gekeken. Ja, ik ook. En... ik kreeg pas op het einde sympathie voor hem. Ja. Toen hij zich echt kwetsbaar opstelde. Ja. En er volgens mij wel een beetje doorheen zat of zo. Ja. Nou weet ik niet in hoeverre dat allemaal helemaal geregisseerd is. Want de beeldjes passen wel heel mooi allemaal in elkaar. Ja. Maar wat ik me werkelijk afvraag is, waarom zou je dit willen maken? Ja, bizar. Ja.
Dat begrijp ik dan niet. Weet je, nee. Het is mooi dat je kwetsbaar bent. En ja. Dat je, ja. Waar je zin in hebt. Mensen wil waarschuwen. Wim, je haalt van alles overhoop. Maar Wim, ik heb precies hetzelfde als jou daarna zitten kijken. Dan zit hij daar heel, loopt hij heel de dag in zijn onderbroek met zijn laptop door de kamer. Waarom zou hij dat doen? Ja, geen idee. Hij ligt heel de dag in bed. Maar waarom heeft er niet iemand gezegd van... ja, het is wel een leuke gimmick, die onderbroek even. Maar niet gewoon die hele serie lang. Nee. Gek is dat. Nee, maar ja, het is ook een voorbeeld van... En natuurlijk die druk die zal intens zijn en die spanning die je voelt, dat begrijp ik ook wel. Maar het loopt ook als een rode draad gewoon door die hele documentaire heen, dat die man dus totaal niet tegen kritiek kan. Hmm. En nou werd die kritiek wel een beetje aangezwengeld in Engeland natuurlijk. Ja. Maar het is zo kleinig gedrag heel vaak, hè, van zulke grote... Ja. Zulke grote sterren. En dat zou zo'n lul van de Sun schrijven dat het bagger is. Weet je. Ja. Dan denk je, ja, kijk nou eens, man. Ja, ik doe een tour van de 99 concerten. Ja. En er zijn 3 miljoen mensen zijn erop. Maar Wim, toch werkt het. Maar Wim, ik bedoel, je hebt natuurlijk... Die sterven is alleen. Die heeft ook geen vrienden natuurlijk. Nee. Want je kan, zie jij al gebeuren... Dat als ik nou de hele dag in bed lig, kom jij niet bij mij visite. Want dan doet Minoes open en zegt, ja, hij ligt in bed. Ga jij ernaast liggen dan? Wat is dit nou voor gekkigheid, Mies? Wat is dit nou voor gekkigheid? Ja, de kans dat jij in bed ligt, alleen in bed ligt, die acht ik trouwens heel klein. Nee, maar ik bedoel, het is allemaal gekkigheid. Ja. Maar het is ook zo, weet je, dat denk ik van, oké. Alles wat om je heen loopt, het gros, dat... wil om jou heen lopen, of ze worden er beter van. Ja. Of ja. Maar daar kan je toch ook niet teleurgesteld in raken, in dat soort mensen. Dan dat weet je toch als je ze een beetje op een rijtje hebt, tuurlijk. Of niet? Ja, tuurlijk. Maar wat, geef er eens antwoord op. Wat zou het dan zijn wat hem er toch toe heeft doen besluiten om dit wel te doen, om deze serie te maken? Wat zal het zijn? Is dat toch die hangende aandacht? Is toch een soort van ijdelheid of zo? Ja. Ik weet het niet. Maar waarom zou je dit... Dit krijgt natuurlijk weer een hele nasleep natuurlijk allemaal. Ja, maar dat had je bij Beckham, had ik dat ook wel een beetje, alhoewel die heel veel sympathie opwekt, Beckham. Mm-hmm. Dat heeft hem denk ik alleen maar goed gedaan. Maar je kreeg wel weer die Rebecca Loos die zich meldde. Ja. Dat vuurtje was helemaal gedoofd. Ja. En die man, toen dacht ik ook bij mezelf, waarom zou je dit eigenlijk doen? Want daar kon je op wachten natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, maar wat jij dus zegt, Mies. Kijk, en het is natuurlijk ook wel zo. Kijk, ik weet niet. Het was toch een grote klaagzang van die Robbie Williams. En dan is het ook wel weer aan de andere kant gek... dat er dan een huis in beeld komt van 24 kamers en 28 badkamers. Ja. En ik bedoel, weet je... Ja, dat is voor het grote publiek een beetje moeilijk te rijmen. Maar als je iets beter kijkt... Dat snappen de meeste mensen op een gegeven moment wel. Maar het is wel... Ik zag wel heel veel parallellen. Ik heb alleen die eerste aflevering gezien met Beckham, weet je wel. Bij Beckham had je dat toch ook? Die man heeft een wagenpark... Groter dan de gemiddelde garage. Ja. Maar de enige keer dat hij erin kon rijden in die auto was 's nachts. Ja. Als hij alleen wilde zijn en ergens heen reed en dan weer terugreed. Moederziel alleen. Ja. Maar dat heb je sowieso met die ik heb dat zelfs in het boek van mij geschreven, toen ik met die Ben Johnson was. Dat zie je wel vaker bij die hele grote sterren. Hoe meer mensen om hun heen, hoe eenzamer ze eruit zien eigenlijk. Ja. Dat heeft Beckham ook een beetje. Had dat ook een beetje. En die Robbie Williams had het helemaal, ja. Maar hij wekt weinig sympathie op, hè? In het begin van die... Nee. Het stond er een beetje aan. Hij... Beetje gekkie was het of zo. Het is een gekkie. Is dat de conclusie van 4 afleveringen? Het is een gekkie? Ja. En ging het ook nog erg... Wij hebben iedere dag een tafel vol met gekkies te kijken. 1,3 miljoen mensen naar. Ja, dat zijn ook allemaal gekkies trouwens. Ik geef het maar even aan. Dat zijn ook 3 gekkies. Nee, dat klopt. En over dat OCD, want daar ben ik nog niet aan toegekomen. Is hij daar ook openhartig over? Wie? Robbie Williams. Over? Over die dwangmatigheid. Daar ging het eigenlijk niet zo heel veel over. Daar ging die trailer weer over. Maar dat is eigenlijk... dat is 1 minuut aan bod geweest in die 3 afleveringen. Ja. Dat viel 100% mee. Als het tenminste allemaal echt was, wel die toneel- of podiumvrees op een gegeven ogenblik zo hebt. Hè? Wat jij helemaal zei. In je hoofd, dat hij paniekaanval kreeg van een half uur. Ja. Terwijl ik had paniekaanvallen van een halve minuut. En vond het al heel, heel bangstigend. En hij heeft ze van een halve minuut, echt serieus, al kort? Ja.
Hij had ze van een half uur. Ja, ze kunnen ook een dag aanblijven. Maar half uur is lang, man. Ja, maar hij had het een half uur lang... terwijl er 100.000 mensen naar hem zaten te kijken. En die doelmoes zingen. En die doelmoes zingen. Het is ook wel knap ook, hoor, dat je het allemaal overleeft. Dat heb ik wel bij die, had ik bij Beckham ook. Het is razend knap dat je niet totaal krankzinnig wordt. Heb jij gelijk in. Ik denk altijd dat... Kijk, we zijn geboren... en dit kan maar een bepaald iets aan... Ja. En dat bij die gasten gaat het eroverheen. Ja, weet je? Ja, dat is gaat niet meer te bevatten. Dat is niet meer te bevatten. En dan word je krankzinnig. Ja. En dan ga je in de drank en in de drugs en andere gekkigheid ga je proberen. Het is maar net waar. Ja, de een kan nog minder aan dan de ander. Ja. En de een kan ook meer aan dan de ander. En het ligt er ook aan welk land je dat overkomt, weet je wel. In Engeland met die pers en zo, daar heb je toch ook een beetje pech. Waar? In Engeland. In Engeland natuurlijk, Mies. Laten we wel zijn... Wij hebben het al heel de dag druk met Yvonne Coldeweijer. Ja, nee, maar terwijl dat is in Amerika lopen er 30.000 Yvonne Coldeweijers. Ja. Ik bedoel, waar gaat het over? Maar in Duitsland trouwens ook, hoor. Je bent dus Tim de Beste. En je wordt uit Waku Waku gescript. Dat is ook een absolute... Wie is Tim de Beste? Wie is Tim de Beste? Nee, die ken ik niet. Die ken je niet. Nou ja, dan houd het op. Maar die is uit Waku Waku gescript nu. Die uit Waku Waku. Ja. Dat is een dieptepunt. Als je uit Waku Waku gescript... Ja, nee, maar nee, weet je wat? Ik maak geen reet uit. Waku Waku of VI. Die hele tv-wereld is... Ja. Eén groot parallel universum. Jullie maken het... Jullie, jij dus ook. Alle mensen die te veel op tv zijn, die maken het te groot. Ja. Denk je niet? Ja, zeker. Ik bedoel... Zeker. Dat is onvermijdelijk volgens mij, joh. Als jij de ster van Waku Waku bent, dan heb je ook bij Waku Waku alleen maar Waku Waku mensen die zeggen dat jij de zoon van God bent en geniaal bent. Dan ga je vroeg of laat in geloven. Ja. Hey, dat is de laatste. Wat ik ook wel heel boeiend vond aan die documentaire is dat hij op een gegeven moment, hij brak met die jongen die de liedjes samen met hem schreef. Ja. En toen ging hij zelf dus een nummer uitbrengen. En ja, dat was een vreselijk nummer. En dat vond iedereen ook een vreselijk nummer. Ja. En weet je, en dat is natuurlijk ook een pijnlijke klap natuurlijk. Pijnlijk, hè? Ja. En daar had hij echt heel veel last van. Terwijl die gast een geweldige carrière gehad. Maar ja, zo zie je maar. Maar ja, het is een gevoel... Zegt meneer Kieft, die het zelf prima voor elkaar heeft gehad altijd. En gewoon een boek heeft gemaakt over zijn probleem. Nee, maar dat mag. Maar dat was een zelfhelpboek. Anderen moeten dat niet doen natuurlijk. Het was een zelfhelpboek. Maar dat mag. Je bent een ervaringsdeskundige, zo kan je het ook zien. Maar dat zijn jullie in principe ook wel, als je het over druk hebt. Ja, maar ook überhaupt over druk. Maar weet je, het is ook... Je let zo goed op. Weet je, gisteren was bijvoorbeeld ook bij Guus Hiddink op tv. En Guus Hiddink, dik advocaat. En weet je, die hebben allemaal het idee dat ze het Nederlands voetbal moeten promoten, uitdragen. Reanimeren. Nee, zeg maar op dat. Vertegenwoordigen. Ja. Dus ze lullen niet over wat er gebeurt. Ze zijn ambassadeur. Hmm. Dus wat Feyenoord op dit moment in de Champions League doet, dat is echt was geweldig. Voor het coëfficiënt en zo. Maar dan zit ik te luisteren denk, ja Guus, je zegt helemaal niks. Vertel een leuk verhaal. Ja, vertel een leuk verhaal over John Terry. Weet ik veel wat. Ja. Ik weet zeker, als je na afloop met hem gaat zitten, dan komen er verhalen uur na uur. Dat kan jongens, ik moet even ingrijpen. Oh, ja, Wim gaat ingrijpen. Ik krijg hier een heel belangrijk bericht. Ja. Van Rob? In de app Kief Jans Egmond Grijp. Ja, dat zijn wij. Daar vraagt Rob. Ja. 2 minuten geleden word ik nog gebeld. Nee, daar zijn we heel streng in. Vorige keer was het een totale chaos. Dus stuur maar terug. Ga maar gewoon weer met je snorkel onder water. Wij regelen het hier wel in jouw keuken. Hij zit echt te wachten. Ja is toch goed? Ja, maar misschien heeft hij dit keer wel wat leuks te vertellen. Dat weet je toch niet? Nou ja, vorige keer ging het misschien een beetje mis gewoon. Omdat er een hele steeds doorheen sprak. Weet je wat we doen? We bellen hem gewoon om laat hem uitpraten. Ja. We zeggen, hallo, Rob, okay. Zeg het maar. Nou, bel hem. We zetten een kookwekker aan. Ik heb er wel moeite mee om uit te laten. Ik zeg niks. Zijn verhalen zijn wat lang. Ook niet. Jij doet het woord. Helemaal niet. Jij wil hem zo nodig bellen. Nee. Nou, Rob. Ja. Waarom staat hier eigenlijk taart? Is dat omdat het de 8e keer is dat Rob er niet is? Omdat Wim gisteren jarig was. Wim was gisteren jarig. Dat is wel mijn favoriete taart. Vertel eens, Wim, hoe heb je de dag doorgebracht? Nou, heel gezellig. Eerst kreeg ik een verjaardagsontbijtje van mijn vrouw en mijn dochter. Zo. Nou, leuk. En daarna ben ik uit eten.
Ja, wacht even, ik zit midden in mijn verhaal. Ja, dan moet je even wachten. En daarna heb ik 's middags gegeten met mijn moeder, mijn dochter, mijn kleinzoon, haar man en mijn vrouw en mijn andere dochter. Nou, leuk man. Bij Loetje. Ja, dat is een van jouw lievelingszaken. Nou, dit keer was in Amsterdam dat het vooral dichtbij huis is voor mijn moeder. Die komt dan met de tram. Oh, die wil niet opgehaald worden. Nee? Waarom niet? Nou, nee, bang in auto's. Zit liever in de tram. Dat lijkt me levensgevaarlijk, die Amsterdamse maar tram. Maar Wimpy, laatste keer, ben ik bij Loetje afgeknapt. Want ik weet niet, je kan een grote steek nemen. Ja, dat is een soort deurmat is dat. Ja, dat is XL. Ja, die of je kan de normale steek nemen. Ja. Jij neemt de normale. De normale, ja. Maar krijg jij bij de normale wel... Nee, even luisteren appelmoes naar mij. Krijg je bij die normale steek, Wim... Ja. Krijg je er wel één of twee kleintjes? Gewoon een kleintje? Twee. Nee, één kleintje. Eén kleintje, dat is klein. Ja, maar ik had dus... ik zat dan aan tafeltje toen bestelde ze zeg maar... Er bestelden een paar de grote. Die kregen één geheel. Ja. En dan bestelde ik met nog wat mensen de kleine. En toen kreeg ik twee van zulke stukjes biefstuk. Oh ja. Die niet te hachelen waren. Niet die kreeg je echt niet naar binnen. Nee, de meeste zijn ja, dan moest lekker. Je echt met een liter spa blauw doen. Ja, dus ik denk, daar ga ik niet mee heen. Ben jij met spa blauw of met witte wijn? Ja, ook met witte wijn. Maar ik denk, daar ga ik niet meer naartoe. Dat voel ik niet lekker. Bah. Oké, dit was de... Ja, we gaan Rob bellen. Nee, Jola, even wachten. Even wachten nog. Maar Wimpy, even serieus. Dat PSV, dat gaat lekker makkelijk, man. Dat gaat goed. Dat gaat lekker makkelijk, man. Dat loopt lekker. Ja, maar ik wist even niet... Het loopt lekker. Het loopt lekker, hè? Je hebt geen woord aan gelogen. Laten we even Rob bellen. Ja, nee, dadelijk. Nee, joh, het is zo... Wim, nee, je zit erop te wachten, die speciaal. Gaan we niet de hele tijd doorheen praten ook. Ja. Zet het ding nou op, dan kan je hem ook horen. Ik mis. Nou, maar wat ga ik zeggen? Nee, ik mag niet meepraten. Oh, hey, kijk eens, mijn taart zit in mijn snoer. Ik mag niet meepraten van jullie. Doe nou die koptelefoon op. Nee, dat mag niet van jullie. Nee, maar je hoeft ik ga Rob niet in de reden vallen. Bel nou gewoon even, Michel, kom op. Ja, maar ik heb zijn nummer niet. Daar komt hij. Oh, daar komt hij. Ja? Hey, Rob Jansen. Je bent live verbonden met je eigen keuken. Hoe vind je dat? Vind ik bijzonder leuk. Ja, toch? Hoe gaat het met je? Ja. Het gaat wel goed met mij, moet ik zeggen. Ja? Wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben een beetje achter. Nou, ik zit wat dingetjes te doen hier. Ik was even bezig met ADO. Met ADO reanimeren? Ja. Nou, dat niet. Maar dat heb ik al gezegd van het jaar. Vorige week, want er ging de uitzending, liep niet helemaal goed met techniek. Die vrijwilligers van ADO, een heel grote groep mensen, die hebben een historisch boek uitgebracht over ADO. En dat vind ik ook weer bijzonder. Wat ze dan helemaal doen op hun eigen initiatief en wat dan dadelijk ergens gelanceerd wordt. Is al gelanceerd volgens mij dit weekend, toch? Wij hebben vrijdag ADO. Ja, ze kunnen. Mark Rog zit erbij, Wagenmaker, stadionspeaker, Wietse van wel eer. Ik heb wat voordingen ervan gezien. Het ziet er heel mooi uit. Mattie Verkamman, die kan dat wel. Dat is zijn specialiteit. Ja. Johan, dat soort boeken. Vrijdag hebben we aandacht aan besteed. Oh, vrijdag is er aandacht aan besteed, hoor ik net van René in VI vandaag. Oh. Johan, wat nou, dat was leuk. Ja. Oh, super. Ja. Mooi boek. Niks mis mee. Hey. In dat kader, is een beetje jammer. Dat Lex Schoenmaker, dat is een beetje, ik denk, nou ja, de laatste icoon bij ADO die in die leeftijdscategorie zit. Met een of andere staat van dienst van die club. De clubs houden dan uit respect. En de waarde ook voor die spelers, oudspelers. Ze, bij de club betrokken, ambassadeur van de club. Ja. Zoals vroeger had je dat. Di Stefano Real Madrid. Eusebio Benfica. Dat zijn wel iets hele imponerende namen. En daar wordt ook nooit moeilijk over gedaan. En die mensen worden ouder. Maar die worden gewoon blijven altijd ambassadeur bij de club, bij aanwezig. En krijgen daar heel klein salaris voor. Echt heel klein. Nou, en ADO heeft in al haar wijsheid. Want ze had in één keer besloten met Lex Schoenmaker. Om te zeggen, nou, je hebt nog wel een doorlopend contract, maar we willen eigenlijk wel van je af, want wat moeten we met je? Oh. Ja, en dat vind ik dan, dat heb ik wel even persoonlijk op me genomen om dat te gaan herstellen. Heel goed. En zeggen, nou, dat gaat niet gebeuren. Maar dan denk ik ook, als er dan een directeur, dat is een dame in dit geval geloof ik, hoe haal je het in je hoofd als club om dit te doen? Ja. Hoe haal je het in je hoofd voor een armzalig salaris? En dan tegen zo iemand zo'n verdriet te bezorgen. Door te zeggen, nou ja, weet je wat het is? Ja, we zien je niet zoveel, wat moeten wij met je? Ja.
Nou, afgezien van het verdriet wat je zo iemand aandoet, is het ook PR-technisch zo ongelooflijk dom om dit te doen. Je strijkt er zo de supporters mee tegen de haren. Het is, maar hoe is het nou mogelijk dat dit gebeurt zo vaak, hè, in het voetbal? Nou, die supporters denken het weten op dit moment. Ja, nu wel. Ja. Maar dan denk je, je moet je schamen. Het gaat helemaal niet over geld en een contract. Je moet je schamen, als welke club je ook bent, om tegen spelers met zo'n grote status bij een club, en die al tientallen jaren na hun carrière betrokken blijven in alle functies. Ja. En dan te zeggen, binnenkomt een nieuwe directeur, directrice in dit geval. Ja, nee, sorry, ik zie dit niet zitten. Ja. En wat ik ook jammer vind, dat Joris Matthijsje, die is technisch directeur bij ADO, die zit daarnaast en doet niks. Die zit er gewoon bij. Ja. En dan denk ik, Joris, jezus man, je bent een grote voetballer geweest. Ja, kom op. Ja. Dan ga je toch zeggen, joh, dit kan helemaal niet. Als je wil bezuinigen, bezuinig ergens anders op. Ja. Maar dat heb jij nu even rechtgetrokken vanuit Curaçao. Daar heb je even een stokje voor gestoken. Of is dat nog niet gelukt? Daar is men mee bezig via mijn kantoor. De gesprekken doen mensen op mijn kantoor. Ik denk dat het verstandig was dat ik het zelf niet deed. Maar ik heb contact met Lex erover en ik zorg dat kantoor, dat er mensen bijstaan. Ja. Om te zorgen dat dit niet gaat gebeuren. Nee, nee. Nou, heel goed, Rob. Dan zit je daar heel goed werk te verrichten op dat eiland. En ben je nog een beetje met Cocu bezig geweest? Ja, ook. Ja, dat zat er een klein beetje aan te komen. En hij heeft een aantal gesprekken gehad met mij. Dat hij zei, wat moet ik hier nou mee? Dus in eerste instantie vind ik altijd dat je doorgaat. En er zijn ook spelers bij de club gekomen op jouw initiatief. En die hebben gezegd, we gaan bij Vitesse spelen. Dus je draagt een dubbele verantwoordelijkheid. Maar als de accu op is aan twee kanten, dan moet je stoppen. Ja. En dat gaat dan voor het voorbehoud van een club. Gaat de club boven het individu? Nou, dat heeft Philip heel verstandig gedaan. Hm. Die zei, joh, dit gaat verder dan mij. Het heeft geen zin dat ik hier nog blijf zitten, want het gaat niet meer veranderen met mij. Nou, dan heeft hij zijn consequenties getrokken, contract ingeleverd. En ik denk dat dat verstandig is. Ja, okay. Dan kan Marie Stijn ook weer aan de slag. Maar die kan dan op die plek gaan zitten. Ja. Toch? Ja, dan zullen trainers genoeg zijn. Ja. Marie Stijn naar Vitesse, zei je dat nou? Ja, dat zei ik. Nou, ik denk niet dat hij dat doet. Die houdt wel van een moeilijke club. Ja, die houdt wel van een moeilijk clubje. Maar ik denk dat hij op dit moment in de zon ligt. Hier aan het bijkomen is van het toneelstukje. Hey, valt het jou niet op dat jij ongelooflijk lekker relaxed kan uitpraten? Ja, dat is een verademing dat René niet meedoet. Ja, hij heeft de koptelefoon niet op. Hij zit gewoon lekker... ik weet niet wat hij aan het doen is. Op ad.nl zit hij eventjes, geloof ik. Ja, lekker rustig, hè? Ja, kijk, jij doet dat goed. Je stelt een vraag. Je wacht even, je luistert. Ja, niet echt, en dan hoor. Zeg ik... Krijgt in één keer heel benauwd. Dat hoor je. Oh, Wim krijgt het benauwd. Dan krijg je weer dat scenario dat ik weer een ambulance moet bellen voor iemand. Nou, daar heb ik even geen zin in, hoor. Oké, Rob. En is er verder nog belangwekkend nieuws wat we moeten weten vanuit de overzeese gebiedsdelen? Heb je nog, kom je nog eens een keer deze kant op, bijvoorbeeld? Zeg maar wat. Eerst wil ik Wim even feliciteren. Wim. Dankjewel, 61, Rob. 61, oude vriend. Ja. Ik was vanochtend wel de eerste, hè, die even jullie feliciteerde. Ja, dat krijgt u wel. Ik was gisteren jarig, klopt. Je was heel snel, Rob. Ja, alleen een dag te laat. Jarig, Rob. Ja. Oh, tijdverschil. Wel bedankt voor de bloemen. Ja, dat komt door het tijdverschil. Ja. Gisteren. Rob, je moet Wim feliciteren. Ik zeg, Doreen, bemoei je nou niet met de verjaardag van mijn vrienden. Die morgen jarig. Maar je hebt me zaterdag ook al gebeld, Rob. Volgens mij dacht je dat ik zaterdag... Hij is eenzaam. Hij is een beetje eenzaam aan het worden op dat eiland. Hij begint allemaal mensen dubbel te bellen. Kom dan gewoon lekker naar huis, naar Den Haag. Gezellig. Oké. Okay. Ja, toch? Ik kom eraan. Ik ga eraan. Oké, Rob. We gaan weer even verder hier. Goed zo. Dag. Bye. Zo, kan die koptelefoon af? Dat was toch lekker om even de stem van onze vriend te horen? Ja. Of niet dan? Ja, altijd leuk. Altijd leuk. Ik, eerlijk gezegd, als ik naar die taart kijk, moet ik overgeven. Ja, ik ook, Wim. Die taart moet weg. Ja. Echt gewoon... Is dat ook onderdeel van een OCD of zo? Dat je opeens, nee, helemaal dat je opeens niet de taart. Zelfs, ik heb helemaal niks met taart. Ik heb een klein stukje op. Ja. Voor Wim, voor zijn verjaardag. Maar ik ben normaal eet ik helemaal niet zoet. Nou ja, misschien kan Hugo even die taart weghalen. Of zit hij met allemaal draden vast? Of, ik doe het René wel even, joh. Wij praten wel gezellig. Gewoon even door, joh. Nou, heb je nog wat leuks? Hoe gaat het met je boek?
Hoe gaat het met mijn boek? Dat is een goede vraag. Ja. Nou, ik moet vanavond, gaat het pas echt beginnen in het circus, want dan zit ik bij Galit en Sophie. Dan ga ik even Nederland. Wie zitten, Galit of Sophie? Ze zitten er allebei, want het is, dat is leuk. Verkiezingsuitzending of zoiets. En dan zit je met Pietertje Omtzigt waarschijnlijk met en Caroline van der Plas. Met Caroline en nog iemand, geloof ik. Ja. Caroline ziet er wel een beetje moe uit de laatste tijd. Maar dat had ze na 2 weken, dacht ik al, die stort helemaal in. Maar ja, het is ook niet vol te houden, toch? Nee, maar wat willen jullie? Willen jullie een beetje hellen naar links of hellen naar rechts? Qua stemmen bedoel je? Ja. Ja, nou, ik ben eerder gezegd nog niet zo uit, hoor. Ik vind het een moeilijke keus. Maar we gaan het zien vanavond. Wie zit je nog meer dan? Gaat die hond ook mee of zo? Nee, die hond die gaat niet mee. Nee? Nee. Ik ga gewoon alleen. Ook niet. Ook niet, nee. Ik doe dat helemaal alleen, dat PR-offensiefje. Ah, ja. Ik ga van microfoon naar televisiecamera om de ongeletterdheid in Nederland maar te lijf te gaan. Snap je? En wie heb je nog meer deze week dan? René gaat natuurlijk voor mij PR-dingetjes doen. En, vanavond? Nee, ik heb het meestal gehad, joh, de Telegraaf. Nee, maar wij hebben... Wanneer kwam die uit dan? Hij ligt al in de winkel. Oh, dan heb je Johan er vanavond bij. Ja, vanavond, ja. Dat is toch prima? Ja, precies. Hey, en moeten we nog even over Feyenoord AZ hebben misschien, hè? Dat topper. Nou ja, Mies, dat is weer helemaal nieuw, hè? Dat is voor het eerst dat het zo sterk naar voren kwam dat we over een kutwedstrijd van 90 minuten allemaal zeggen het was een tactische wedstrijd. ja, om er nog wat van te maken. Dat was een kutpartij, man. Ja, dat was heel saai. Enorme kutpartij om naar te kijken. Ja. Arne Slot dacht er anders over, hoor. Hoezo? Ja, die zag daar weer in dat Feyenoord nu had bewezen dat ze ook in topwedstrijden geen niet of nauwelijks kansen weggeven. Ja, maar Wim, als je nou gewoon 2 buitenspelers van AZ die gewoon 90 minuten geknikken raken. 90 minuten niet. Ja. Nee, maar kijk, dat AZ, dat is natuurlijk allemaal wel leuk en aardig. Aardig ploegje. Maar die Wim. En die hebben 10 goede spelers. Maar Wim, en de rest, aardig ploegje. Aardig ploegje. En die staan er hartstikke leuk voor, ja, man. Ja, die staan hartstikke goed, ja. Die staan hartstikke prima, man. En laat die nou niet gaan denken dat ze bij wijze van spreken kampioen... Tuurlijk kunnen die geen kampioen worden. 1 keer in de zoveel jaar, lukt het een keer toch? Ja. 1 keer in de 10, 15 jaar of zo? Nee, joh, gek niet meer. Nee? Nee, tuurlijk niet. Ja, dat kwam door die meloot. Door Louis. Ja, nee, sorry. Niet door Schrint. Door Louis. Kom inderdaad door Louis, ja. Nou ja, en hij kreeg goede spelers. Nou ja, nee, dat maakt bij Louis... Nee. Ja, is echt Louis, hè? Ja, het is echt Louis. Het is echt Louis. Jij denkt dat Louis, als Louis nu Vitesse bij de hand neemt... Oh, dat ze nog play-offs gaan halen? Eerlijk zeggen, ja. Die zijn slecht weer. Die laat die Cocuno blij zijn zodat hij daar weg is. Erg is dat, hè? Die club. Die is toevallig bij toen Jan 75 werd. Ja. God, wat slecht was dat. Ja, maar daar is niets klopt dan meer, hè? Nee, ook achter de schermen. Gaan er gewoon uit. Ja, maar ook die... Ik vind dat wel triest of zo. Kijk, die Marco van Ginkel, die heeft niet heel veel te vertellen, hè? Dit is niet een hele boeiende persoonlijkheid. Nee. Maar dat was toch 10, 12 jaar geleden... was het echt een goede voetballer, ja, hè? Ja, nu zeg die je jongen wat, die 10, heeft 12 jaar alleen, ja, maar die jongen heeft alleen maar blessures gehad, hè? Pech. Bij Chelsea, bij Milan. Pech, tuurlijk. Alleen maar. Ja, tuurlijk. En dan doet het bijna pijn in je ogen als je hem nu ziet lopen. Ja, verloren loopt hij erbij. En meer kan hij niet gewoon... Nee. Als je dat op papier zou zien, die zijn carrière, dat ziet er geweldig uit. Ja, in de praktijk is het eigenlijk. Is er nooit echt. Maar het kan toch nooit leuk zijn, Wim, dat je ook voor jezelf weet dat je op nog geen 40% zit van 12 jaar geleden. Ja. Dat het eigenlijk niet meer om aan te koekeloeren is. Dan kan je toch beter zeggen, joh, weet je, voor mezelf. Want het leuke is, Wim, hij gaat niet meer op 50, 60, 70. Mm. Hij blijft hierop. Ja. Kijk jij wel eens tennis? Heb je die Andy Murray wel eens zien lopen? Andy Murray? Ja, die Engelsman? Die was toch echt heel goed, hè? Tuurlijk. Maar die speelt nu met een kunstheup, hè? Ja? Ja, dit is niet om aan te zien. En die verliest de meest onbeduidende partijtjes. En toch blijft hij maar doorgaan. Ik kan het nooit hard maken. Maar dat kan ik nooit van zijn leven hard maken. Maar heb jij nooit je twijfels gehad bij die wedstrijd Murray-Djokovic? Welke? Wimbledon finale. Heb jij nooit je twijfels gehad? Ik ken hem niet. Over dat hij won? Ja, maar twijfel waaraan? Nou, twijfel aan het feit... Of dat dat wel kan? Keer moest weer een Engelsman een keer winnen. Dat het doorgestoken kaart is? Ja, dat dacht ik. Ik heb die Djokovic nog nooit zo slecht zien spelen als die dag.
En terwijl die normaal die Murray echt met... Maar hoe zou je Djokovic moeten verleiden om de Wimbledon-finale te laten schieten? Ik heb geen idee. Ik kan moeilijk tegen hem zeggen van het is tijd dat er eens een keer... Maar dan had hij zijn dag niet. Ja, dat zou kunnen dat hij helemaal zijn dag niet had. Dat kan ook natuurlijk ook. Nee, maar het zou op zich gek zijn dat het tennis dat het niet gebeurt in tennis. Ja, weet ik niet. Alleen of dat dan bij de Wimbledon-finale gebeurt. Nou, hij heeft ook tegen Federer gespeeld volgens mij in de finale. En de Olympische finale was ook in Londen toen de tijd. Ja? Die won hij van Federer. Dat volgens mij. Maar volgens Wim... Echt, het is wel leuk met Wim, hè? Met die kunstheup. Dat weet Wim dan weer. Nou, ik wist dat helemaal niet, maar ik ben heel breed... Ja, maar ik wist helemaal niet dat hij met een kunstheup speelde. Ja. Dat kan toch bijna niet, Wim? Ja, het kan ook zijn dat het geen kunstheup is, maar dat zijn heup niet meer zo goed werken. Ja, krijgen we dat weer. Zitten we weer fictieve misinformatie. Desinformatie, fake news. Desinformatie. Maar er is in ieder geval iets met zijn heup. Ja, oké, Wim. Ja, maar dacht ik, of zijn bovenbeen. Het kan ook zijn nek zijn. Hoe is het met jou? Weet je dat Rob heeft kunstknie? Vertel daar eens wat leuks over. Weet jij dat Rob heeft 2 kunstheupen en 2 kunstknieën? Ja, in de kast liggen. Nee, die heeft hij. Die heeft 2 kunstknieën en 2 kunstheupen. En Kasper zegt dat Rob de enige Nederlander is die dat heeft. Ja, maar het is zijn hobby. Voor de rest heeft hij niet. Dat is nog nooit... Dat. Nee, maar ja, als jij je onder 3 weken in het ziekenhuis meldt... op een gegeven moment gaan mensen de dingen inzetten die helemaal niet nodig zijn. Ze leggen gewoon wat neer. Ja, ze leggen kijken wat ze over hebben. Dan gooi je een heup erin. Ja, want het is wel leuk als hij er dan is, weet je wel. Met die podcast. Dan zie ik hem op een gegeven moment zo zitten. Ja. Dan denk ik, oh jezus, schouder. Nee, maar dat want is dat kan ook natuurlijk. Dit. Ja. Kan ook. Alles kan vervangen worden. Ja, weet ik. Hij is een soort uit de verpakking ontsnapte Ken van Barbie. Ja. We hebben helemaal van plastic eigenlijk van binnen. Ja. Ja, je vraagt hoe is het met mijn knie. Ja. Maar ik heb van de week... Ja, ik had soms een beetje last van mijn knie. Met dit weer is het nog net even meer. Ja. Maar, Suzanne, mijn vrouw en ik gingen naar de film. Die film van Leonardo DiCaprio en Robert De Niro. Ja. Ah, ik vond het een vrij vermoeiende film, als ik heel eerlijk ben. Maar weet je hoe lang die film duurt? Ja, 3 uur. 3,5 uur. Ja, dat kan je echt niet helemaal niet tegen. En ja, ik ga sowieso heel moeilijk 3,5 uur stilzitten. Maar mijn vrouw die praat ook graag tijdens films. Oh jee, tegen jou? Ja, dat vinden mensen niet leuk in de bioscoop. Wat zegt ze dan? En dan hebben ze zo hele grote... Nou ja, gewoon over die film. Wat een kutfilm, zegt ze dan. Nou ja, of wat een goede film. Oh, of, ja. Maar dan gaat ze ook heel zachtjes. Hebben ze een hele grote zak popcorn bij de. En die maakt ze dan heel... ik ben in beeld. Doet ze eerst zo'n heel klein stukje snel. En dan doet ze hem helemaal open. En dan pak ik meteen zo'n hele hand eruit. Dat vinden die mensen vreselijk. Jij gaat dan met je mond open dat opzitten even natuurlijk. Ja, maar 3,5 uur. Maar heeft jouw vrouw het door? Wat? Dat gedrag. Dat mensen het vreselijk vinden. Ja, maar daar heb ze maling aan. Ja, dat vindt ze gewoon echt helemaal niet. Hè? Wat zagrijnige mensen hier in Haarlem. Maar weet je, wij hadden bij Kasper... Ik zat bij Kasper, Kasper gaf een toespraak, die duurde best wel lang. Mm-hmm. Dus ze ging Minoes ook tegen mij praten op een gegeven moment. Niet hard, maar zachtjes. Ja. Maar dan krijg je dit, hè? Ja. Mensen die boos achterop gaan zitten kijken. Ja. Dus ik zeg, en wat doe jij dan? Vind ik leuk. Ga je zitten lachen? Ja. Nee, maar ik zie dat gelijk. De eerste die achterom kijkt, zie ik. Ja. Maar mijn vrouw had het wat minder dat ze het zag. Maar dat is mooi, hè? Als je van die dingen ziet gebeuren. Dit, hè, Mies, hè? Ja. Mensen echt kwaad, hè? Deden ze nog net niet. Dat is zo schitterend als je die dingen ziet gebeuren. Ik zat dus zaterdagavond in Tuschinski in Amsterdam. Ja. Bij de première van een documentaire over een man uit Amsterdam die op een gegeven moment die zit in een soort midlife crisis en die besluit zijn leven om te gooien en voortaan door het leven te gaan als bespeler van een glasorgel, zoals hij dat zelf noemt. Dus allerlei glazen waarin hij met zijn vingers, dat maakt toch geluid. En daarin en in een documentaire maakte, had die man 7 of 9 jaar gevolgd. Nou, dat is echt goed. Hij komt op tv ook, hij is echt goed. Ja, hij heet Glass, een unfulfilled life. Maar die hoofdrolspeler zat in de zaal. Ja. En dus het was de wereldpremière. Dus die vrouw die hem gemaakt had, werd naar voren geroepen op het podium. En toen zag ik dat degene die over het programma ging... Want daarna kwam er weer een film in die bioscoop. Die zei, die tikte er zo aan, die zei 2 minuten. Nou, die vrouw, voordat ze dat papiertje had gepakt, waren er al 2 minuten voorbij. Ja. Toen begon ze aan een enorme toespraak. En toen werd die hoofdrolspeler op het podium geroepen. Dat was een soort Marcel van Roosmalen-achtige figuur. Weet je wel, die vergat zijn speech en die moest nog even terug en zo. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Die mensen hebben 20 minuten dat podium bezet gehouden. En ik zat alleen maar te kijken naar die vrouw met die stopwoord. Die over die 2 minuten. Dat was leuker dan die hele documentaire met elkaar. Goed, man. Ja.
Ja, dat is altijd wel schitterend. Ja. Hey, en moeten we nog even over Ajax hebben? Is daar nog iets... Almere uit, ja, dat valt ook niet meer. Almere uit, altijd lastig, hè, Wim, hè, Almere. Ja, dat ziet er niet dat uit. Dat was ook daar, lastig. Hè, jongens, hè. Wat zei je? Nee, maar ja, goed. Ik begrijp het ook allemaal wel een beetje. Weet je, wat sta je 2-1 voor? Wat stond het? 2-1 voor, ja. En dan komt er eens zo een of andere idioot die... heb je hem zien inglijden? Ja, dat ben je. Dat kan toch niet? Dat kan maar toch wat, ook wat niet. Is er dan aan de hand met zo iemand? Waarom doe je dat? Ja, dat weet ik niet. Je kijkt toch op dat scorebord. En daarvoor, die jongen die is net 3 maanden bij Ajax... en dan maakt hij een doelpunt. Maar zou die Lebby hem wel over zijn bol gestreken hebben? Gezegd, joh, dat kan iedereen gebeuren. Dat kan iedereen gebeuren, joh. Volgende keer beter. Dat is beide benen gebroken. Ja, en anders win je gewoon die kutwedstrijd daar. En dan denk je, nou, dan gaan we weer naar de volgende. Ja. Nou ja. Nee, maar daar moest ik ook verschrikkelijk om lachen. Die gozer die dan die balanceeract op dat reclamebord doet. En dat embleem gaat kussen. Ja, ik zeg altijd, ze kunnen beter de bankrekening kussen. Maar hoe haal je het in je hoofd, weet je? Dat je weet, nou, de half Nederland kijkt mee. Ja. En half Nederland denkt, je weet wat half Nederland denkt als je dat doet. En je doet het toch, weet je? Ja. Dat doe je toch niet? Hij wil die supporters paaien. En dat lukt ook. Als hij die sliding niet had gemaakt. Als hij die sliding niet had dan gemaakt, was het nog gelukt ook. Hij verknalt het zelf. Ja. Hey, en Alex Pastoor... die krijgt nu wel de bevestiging van wat hij zelf al heel lang wist. Dat hij een hele goede trainer is. Een hele goede trainer is. Ja. En met de vraag aan jullie als experts is... is dat ook zo? Nou, ik denk dat hij wel beter dan gemiddeld is, zeg maar. Want met Sparta toch ook, heeft hij dat gedaan of niet? Ja, hij speelt best wel leuk met het Almere, toch? Ja. Dus het is niet zo dat hij er helemaal niks van kan. Nee, maar het is wel leuk, Wim, dat weet je, goede trainers als Slot en misschien Alex Pastoor ook wel, weet je. Dat zijn natuurlijk ook allemaal trainers die het allemaal ontzettend serieus nemen. Ja, die nemen het wel heel en, serieus. En het allemaal ontzettend belangrijk vinden wat ze doen. Terwijl, je denkt bij jezelf, joh, zoek het uit. Ja, je speelt gelijk, doet dat er een of andere lul als leiding maken in de laatste seconde. Dan verlies je gewoon die wedstrijd. En dan, maar weet je, die nemen het zo serieus. En dat is ook de enige manier om dit te kunnen doen, denk ik. Ja, om elke dag bij Almere te werken met spelers die er niet zo heel veel van kunnen. Ja. En dat dan toch zo belangrijk te nemen, terwijl je anders bij wijze van spreken, wij zouden gewoon als we 20 minuten training geven, daar een kwartier met je rug er naartoe gaan staan. Omdat je denkt bij jezelf, Doe gewoon pijn aan je ogen, weet je wel. Nee, maar kom op, weet je. Maar ben jij niet, jij hebt altijd geroepen, René, van ja, een trainer, dat is eigenlijk een hele hinderlijke figuur in het hele toneelstuk. Ja. Je hebt er niks aan, loop alleen maar in de weg. Is dat nog steeds je mening? Nee hoor. Ik denk dat Arne Slot wel een soort, wat jij dus zegt, gewoon zijn stempel op dat elftal heeft gedrukt. En ook knap van hem dat hij zo'n cocktail op een gegeven moment heeft bewogen om er meer aan te gaan doen. En dat is toch hartstikke knap, weet je wel. Dat vind ik leuk. Maar wat jij zegt zijn natuurlijk allemaal... Peter Bos en zo. Je ziet wel dat die mensen dat dan heel serieus nemen, weet je wel. Dat vak van trainer. En dat is ook maar beter ook, weet je. Dat is ook goed. Nee, maar kijk, die trainers die kunnen wel een richting aangeven. Die kunnen wel bepalen van, nou, we gaan zo voetballen. En let eens hierop en let eens daarop. Maar ze kunnen jou natuurlijk niet leren voetballen. Nee. Dat kan geen één trainer. Dat is gewoon je talent. Dit heb ik al zo vaak verteld eigenlijk, dit verhaal. Ik word een beetje moe ervan. Ja, maar Wim... Maar je wordt beter van je medespelers. Maar Wim, het is toch heel bijzonder, weet je wel. Je moet... Ga maar even verder. Dan ga je even kruisen op. Dan zoek ik het even op. Dan ga ik wel. Nee, je wordt beter van je medespelers. Ja. Maar goed. Maar is de trainer niet nu veel meer om een speler die wel de potentie heeft, maar het komt er niet uit, waar we er heel veel van hebben, Ajax, om die het setje te geven? Bijvoorbeeld Brobbey. De hele wereld heeft het over Brobbey. Iedereen lult over hem. Maar weet je wat het ook is in die hele discussie met die Brobbey? Kijk, dat Van Basten daar wat van vindt, ja, prima. Weet je, die kon zelf aardig voetballen. Ja. En die zit ook bij de tv om zijn mening te verkondigen. Maar dan moet die Koeman gewoon eventjes niet aan meedoen, toch, op dat moment? Ik heb altijd iets van... Je gaat hem beter een beetje vertrouwen geven en denken van... Is wel zo. Maar aan de andere kant, wij zitten toch ook voor de tv naar die programma's te kijken. Dat je van verveling in slaap valt.
En nou is er eens een keer iemand die gewoon... Hij zegt ook niet dat hij iemand vermoord heeft of zo. Hij zegt gewoon dat zijn aanname niet zo goed is. Ja, het is een beetje ongepast voor een bondscoach aan de ene kant. Maar aan de andere kant als tv-kijker moet je er blij mee zijn. Want eindelijk zegt hij Oké, maar ik bekijk het nu vanuit de speler. Niet vanuit de tv-kijker. Okay. Dus jij hebt zoiets van, dat moet je als bondscoach niet doen. Laat dat dan ons over. Ja, maar Mies, dit weet je, over die Brobby gesproken, weet je wel. Dat die Kane... Ja. Dat is een fenomeen. Die is goed bezig, hè? Hey. Die heeft dus in de jeugd van Arsenal gespeeld. Hè? Ja. Wist jij? Nee, dat wist ik niet. Ja, vonden ze niet veel. Nee. Toen is hij naar Ridgeway Rovers gegaan. Dat is denk ik vijfde klasse of zo. Nee, maar toen heeft op een gegeven moment Tottenham gehaald. Ja. Die lenen hem uit aan Leyton Orient. Vond het niks. Toen lenen ze hem uit aan Millwall. Ook niks. Vond het ook niks. Toen leenden ze hem uit aan Norwich City. Die vonden het ook niks. Toen leenden ze hem uit aan Leicester. Die vonden het ook niks. Toen is hij terug naar Tottenham gegaan en raakte de spits geblesseerd. En toen begon het. Toen is hij de bal ingeschieten. Hij is niet meer opgehouden. Ja, onvoorstelbaar, hè? Ja, maar wat denk je? Hij heeft nu ook 19 in 12 wedstrijden leren in Duitsland. Hij gaat alle records verbreken. Ja, maar het gaat... Dat is ook bijzonder. Ja, maar wat is dat? Ja, weet ik dat niet. Is, nou ja, wat is dat, Wim? Nou, dit is wel kwaliteit. Nou, maar dit is wel... Dit nee, is maar dat wel het zo loopt. Uniek iets, dit. Ja, nou ja, goed, ja. Dat weet ik niet. Kan ik ook niet verklaren. Is dat dan opeens valt het kwartje of zo? Of opeens nou ja, kijk, als je zo kijkt, heeft hij natuurlijk wel... Die trap bepaalt natuurlijk ook heel veel bij hem, toch? Die goede trap die hij heeft. Zeker, hè? Dus zeker. Daar valt hij wel op terug. Ik weet het niet, maar ik ben er ook van overtuigd. Kijk, je ziet het met die spitsen allemaal, hè? Jiménez, die heeft nu 3-4 wedstrijden niet gescoord. Dat maak je allemaal mee. En op het moment dat je dat meemaakt, ga je ook in één keer anders lopen. Ga je in één keer anders doen. Ja. En bij die Brobby is het zelfs. Natuurlijk zou die aanname misschien niet altijd perfect zijn. Maar als hij er morgen 2 inkopt, dan garandeer ik je dat hij bij wijze van spreken de week daarna er ook weer 2 maakt. Ja. En dan maar is die hele discussie weer over. Ja. Het leuke is dat je bij het leuke is, Wim, en dat vind ik toch wel heel bijzonder, dat als je nu naar Kane zit te kijken en die gaat op de keeper af, dat je denkt, die zit. Ja. Beetje tegenovergestelde van Bobby. Dat Bobby en hij ook. Niet. Nee. En hij denkt het ook. Ja. Want dit is heel bijzonder. Hij is dus aan 4 clubs uitgeleend. Ja. Voor een jaar, hè? En toen had hij die trap misschien ook al. Ja, maar misschien was hij toen nog wel heel jong, toch? Nee, Wimpy. Nee? Hij is voor mij 2-23 of 22-23 is hij teruggegaan naar Tottenham. Ja. Dus hij was inderdaad 18, 19, 20, 21. Ja. Maar Wim, jij hebt ook die periodes meegemaakt als spits. Van alle ballen vlogen erin en dan opeens was het even afgelopen en dan vlogen ze erin. Ja. Maar hoe kwam je er weer uit? Nou, dan krijg je hem 1 keer op je knieën en dan zit hij erin en dan gaat het gewoon weer lopen. Dus daar heb je zelf helemaal niet zoveel invloed op, wou je zeggen? Dat is jawel, maar dat is gewoon je vertrouwen, weet je. En op een gegeven ogenblik ga je dus ook denken van... dan ga je inderdaad alleen op die keeper af en dan ben je eigenlijk al bang... dat je het weer verkeerd doet en wat je allemaal weer kan verwachten. Dus het is ook vaak niet... En een eerste goede aanname. Nou, ik weet helemaal niet of ik een eerste goede aanname had of zo, weet je. Meestal ging dat gewoon allemaal, gaat dat vanzelfsprekend zonder dat je erbij nadenkt. Maar dus er zijn niet veel mensen die Bobby kunnen helpen. Hij moet gewoon wachten tot die bal er een keer via zijn knie. Ja, en misschien zouden die niet elk jaar 30 maken. Maar de 15 tot 17 zou die er toch wel moeten kunnen maken. Zeker als hij bij Ajax in de spits speelt. Ja, maar die maak jij ook bij Ajax in. Jij nu maakt nog? Het, nu maak je er nog 10 bij Ajax als jij daar gaat spelen. Dus je hebt de kunstknie komt. Met 2 kunstknieën zelfs. Kom op, en een kunstheup, hè? Ja, dan moet je echt goed zijn, hè? Ja, dan moet je goed echt zijn, goed zijn. Ja. Nee, maar dus op dit moment, die Bobby is, die probeert wel van alles, geloof ik. Hè? Die speelt ook best wel aardig, toch? Hmm. En ja, goed. Hij had er eentje moeten maken gisteren. Die had hij echt moeten maken. Ja. Maar daar gaat het toch om, daar hebben we het toch over? Ja, over daar hebben we het ook over. Maar we hebben het er niet over dat het Van Basten is of dat Lewandowski is. Nee, maar het principe wat jij net zegt van op een gegeven moment ga je weer scoren en dan begint het te lopen. Dan scoor je de week. Als je in een goede fase zit, dan raakt die bal niet 2 keer de paal. Ja, precies. Ja. En daar heb je dus zelf geen invloed op. Dat is mijn vraag. Nee. Vind ik eigenlijk een hele rare vraag. Ja, maar heb je er zelf invloed op? Die gaan we nooit uitkomen. Als je elkaar gaan zeggen dat een rare vraag. Ik vind het een belediging. Dat is een hele goede vraag. Jij bent toch gewoon een sportjournalist? Ja, maar jij bent toch een presentator? Maar in die rol ben ik gedrukt hier. Omdat anders zitten er helemaal 3 doofstommen aan de tafel. Waar de hoofdbewoner ontbreekt. Maar jij bent toch spits geweest? Kunnen we niet gewoon over Ruud Geels hebben of zo? Hebben we al 50 keer gehad. Kees van Kooten. Kees Kist. Dick Nanninga. Kees Kist.
Dick Nanninga. Ja, en toch heeft hij in jij bent nog bezig met maar in zijn tijd in alle Engelse selecties gespeeld. Ja. Dus ook toen hij, zeg maar, bij Millwall en Norwich... Zat hij nog bij de Engelse selectie onder 21 en zo. Hij heeft veel gespeeld. Zie je? 2013. Ja. Maar het is echt krankzinnig. Dit is krankzinnig, hè? 317 goals. Wedstrijden en 213 goals. René, ga jij dat eens even een week over nadenken? Ja, maar dat dan komen we volgende week weer bij elkaar. Komen we bij elkaar en dan gaan we het verder hebben over Harry Kane. En dan ga jij ook uitleggen hoe dat nou precies zit met die spitsen die niet scoren. Of je daar zelf invloed op hebt. Of je daar zelf invloed op hebt. Heb je een week de tijd om over na te denken. Ja. Oké, mensen, bedankt allemaal. Ja. Volgende week zijn we er weer.